partijen ons punt om de kortingen op te heffen in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Waarvoor dank. Dat de coalitie nu aankondigt dat de budgetten met 10% worden verhoogd, betekent dus dat er nog altijd een korting van ruim 5% blijft bestaan. En dat na 8 jaar kortingen, geen verhogingen en geen inflatiecorrectie. De samenwerking zal bij de behandeling van dit punt blijven uitgaan van het volledig opheffen van alle kortingen, conform toezegging van het college, om betrouwbaar te blijven overkomen bij alle verenigingen in onze gemeente. Bij de behandeling van de subsidies aan verenigingen in november willen we ook kijken naar de delegatiebevoegdheid aan het college van de subsidieverordeningen, gezien de gang van zaken bij de subsidieverhoging aan de zonnebloemverenigingen. Voorzitter, we komen nu bij de punten die met politieke spelletjes te maken hebben en waar we dus nooit goedkeuring aan kunnen geven. Commissies. De coalitie wil het aantal commissieleden per commissie beperken tot 10. 1 commissielid voor de fracties die 1 raadslid hebben en de andere fracties 2 raadsleden. Ongeacht de grootte van de fractie. Duidelijk gericht op lijstsamenwerking. Dat in de verkiezingstijd op Facebook berichten verschenen dat lijstsamenwerking gehalveerd moest worden, wat niet gelukt is dankzij de stem van 4660 burgers, is al erg genoeg. Maar om nu het aantal commissieleden voor lijstsamenwerking te halveren is ongekend. In de Tweede Kamer, bij de provincie en bij alle andere overheden is het principe van evenredige vertegenwoordiging normaal en logisch. Waarom lijstsamenwerking zo geclineerd moet worden is enkel vanuit politieke spelletjes te verklaren. Zoals gezegd, voorzitter, hier zal lijstsamenwerking nooit mee instemmen en ons aandeel in het debat in de Raad wel leveren. De burgemeester schrijft in zijn commentaar op het hoofdlijnenakkoord dat hij uitgaat van respect voor elkaar. Ook hij voelt dus aan dat er iets gebeurd is. Vandaar de oproep. Respect moet je verdienen. De coalitie kan dat doen door het aantal commissieleden voor lijstsamenwerking niet te wijzigen. Op die manier geef je burgerparticipatie inhoud, want het zijn gewone burgers die lid zijn van de commissies. 7e punt, fractievergoeding. Alsof het halveren van het aantal commissieleden van lijstsamenwerking nog niet genoeg is, wordt ook de fractievergoeding aangepast. Wij verwachten dus een verlaging, want anders was het niet in het hoofdlijnakkoord gekomen. Waarschijnlijk is de aanpassing van de fractievergoeding in het hoofdlijnakkoord terechtgekomen, omdat bij de controle door de accountant is gebleken dat het CDA en PNES hun gelden niet conform de regels hebben uitgegeven in 2017 en moeten terugbetalen. Die rekening moet dus nu vereffend worden. En in de politieke achterkamertjes is besloten dat de fractievergoeding aangepast moet worden, zonder dat daarvoor een aanleiding bestaat en zonder dat partijen dat in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Dat wat betreft de punten in het hoofdlijnakkoord waarop we veel kritiek hebben of het falen kant oneens mee zijn. Nog belangrijker dan de ingebrachte punten zijn de punten die niet in het hoofdlijnakkoord staan. Niets over belangrijke zaken als kleine kernenbeleid. Niets over burgerparticipatie en inspraak van burgers. Niets over gezondheid, niets over onderwijs, niets over landbouw, niets over grootschalige projecten als VDL-netcar, verbreding van de A2, ontwikkeling locatie de Valk of een van de andere 40 projecten. Kortom, het hoofdlijnakkoord bevat te veel punten die ontbreken en punten waar we het niet mee eens kunnen zijn. Bovendien ontbreekt een financiële vertaling van alles wat op papier staat. Wat gaat het hoofdlijnakkoord de gemeente en de burgers kosten? Deze gemeente verdient beter. Dit wat betreft onze inbreng op het hoofdlijnakkoord. Wij hopen dat de coalitie met de ingebrachte punten iets doet in het belang van de gemeente en haar burgers. Hogere verwachtingen hebben we wat dat betreft niet. Nog meer zijn we benieuwd wat het nieuwe college met de ingebrachte punten doet als zij binnenkort komen tot het collegeprogramma voor de komende 4 jaar. Wij ontvangen graag het collegeprogramma en de uitgebrachte ambtelijke adviezen om in een raadsdebat het collegeprogramma te bespreken. We hopen dat het collegeprogramma er voor de zomervakantie is en zijn bereid daarvoor nog een extra raadsvergadering op te roepen.
En met meer dan gewone belangstelling zien we het debat in tweede termijn tegemoet. Tot zover. Dank u wel, meneer Vrezen. Dan is als volgt het woord aan de heer Peters. Als meneer Vrezen zijn microfoon even met de hand nog wil uitzetten, dan is nu het woord aan de heer Peters. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, bij de wethouderskeuze is het voor de gemeente en haar burgers van belang te weten welke kwaliteiten dat de kandidaten hebben, voor hoeveel FTE zij wethouder worden, welke betaalde banen en functies zij nog vervullen en welke taken zij uiteraard binnen het college gaan krijgen. We lezen uit het voorstel dat er 4,3 FTE's aan wethouders wordt voorgesteld. We vragen onszelf af, zou het niet verstandiger geweest zijn om hierin ook wat meer behoudend voor een gemeente als echt zusteren te zijn? Zeker gezien het feit dat wethouder Ruiten de afgelopen periode geruime tijd zijn functie niet heeft kunnen vervullen vanwege een herstel na een ziektebed. Uiteraard zijn wij ook verheugd dat de heer Ruiten weer hersteld is, maar in het college is hij nooit gemist. En dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van de heer Pussens destijds tegenover mij. De overige collegeleden hebben zijn taken met één vinger in de neus overgenomen, zo zei hij. Voor kandidaat Frisje geldt tevens dat de gemeenteraad ontheffing moet verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De wet bepaalt ook dat deze ontheffing in bijzondere gevallen kan worden verlengd. De vraag is dus of die bijzondere gevallen er zijn. Waarom zeg ik dit? Want bij de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de heer Frisje een verklaring ondertekend dat hij in de gemeente komt wonen als hij benoemd wordt tot raadslid. Dat hij die benoeming niet aanvaard heeft, dat is zijn persoonlijke zaak. Maar vreemd daarentegen is wel dat er eerst een verklaring wordt ondertekend om naar de gemeente te komen wonen als raadslid en vervolgens bijzondere redenen worden aangevoerd om niet naar deze gemeente te komen wonen als wethouder. Ik vraag me in alle eerlijkheid af of hier niet sprake is van kiezersbedrog. Wij vernemen dan ook graag wat er in de tussenliggende periode van de kandidaatstelling tot nu is gewijzigd, waardoor er nu ineens wel een bijzondere reden is. Dit is van belang, zodat we een goed oordeel kunnen vormen en vervolgens een juist besluit hierover kunnen nemen. Voorzitter, dan is het ook nog van belang hoeveel FTE's elke wethouder krijgt toebedeeld. Het voorstel is duidelijk hierin. Kritische vragen hebben wij over de kandidaten Pussens en Frisje. Naast hun wethouderschap is de heer Pussens in ieder geval docent. Niet duidelijk is voor hoeveel FTE's hij docent is. Hem kennende in ieder geval zal het samen wel meer dan anderhalf goed betaalde baan zijn. Kijk, we weten immers allemaal, maar al te goed, en dat is niks nieuws, ook hier in deze zaal niet, dat de heer Pussens niks voor niets doet. Ook niet voor echt zusteren, maar alleen als hij er iets voor terugkrijgt of hem dat nog meer macht oplevert. Meneer Peters, we gaan hier op de bal spelen en niet op de man. Dus ik doe een ernstige beroep op u. U heeft heel veel gezegd, dat is uw goed recht. Maar we gaan hier niet op de man spelen, dan kap ik u af. Dus houd u ook wat dat betreft de inhoud in de gaten. Voorzitter, wat ik zeg en hoe wij daarover denken, dat boeit meneer Pussens ook niet. Daar kan hij best tegen. Ja, maar mij boeit dat wel. En ik zit er hiervoor om te zorgen dat wij hier op de inhoud debatteren. Dus ik vraag u één keer, heel beleefd, maar toch heel dringend, om u op de inhoud te richten en niet op de personen. Gaat u verder en houdt u dat in de gaten. Van de heer Frisje geldt ook dat hij statenlid is en eigenaar van het BV. Als statenlid ontvangt hij een vergoeding van ruim 1000 euro per maand, exclusief diverse onkostenvergoeding. De vraag is dus, is het gerechtvaardigd dat beide wethouders voor een volle baan, respectievelijk 0,9 FTE, betaald moeten worden? Kunnen zij dit met goed fatsoen verantwoorden voor de kiezers?
Voorzitter, ik stel deze vraag wel, maar ik realiseer me eigenlijk tegelijkertijd dat hem waarschijnlijk ook niet zal raken. Goed, met dit in het achterhoofd stellen wij een andere vraag. Wie van hen neemt het minimabeleid in zijn takenpakket op en gaat straks optreden tegen armlastigen die een luttele 50 euro bijverdienen? Dan is het ook niet duidelijk op dit moment wie welke portefeuille gaat krijgen. Formeel wordt dat in de eerste collegevergadering vastgesteld. Maar ik weet zeker dat daar in de coalitie al over gesproken is en dat er ook al overeenstemming is bereikt. Waarom mogen wij dat nu nog niet weten om te kunnen beoordelen of de wethouder de juiste kwaliteiten heeft voor de juiste portefeuille? Wij zijn dus heel erg benieuwd hoe de taken naar zwaarte en tijdsbesteding zijn verdeeld. Wie krijgt de portefeuilles financiën, jeugdzorg? Wie krijgt WMO? En wie krijgt de portefeuille van kermiszaken? Graag ontvangen we na vaststelling in het college de portefeuillehouderverdeling om er in een raadsdebat op terug te komen. En dat was het in eerste instantie. Dank u wel. Dan is hierna het woord aan de heer Bakkers. Ja, zeg. Nee, maar ik heb zeker. Nee, maar aan de heer Bakkers. Meneer Bakkers en meneer Peters mag zijn microfoon uitzetten als hij dat wil. Ja. Dank u wel, voorzitter. Nee, ik had wel gezien dat u mij niet vergeten was. Dat, Voorzitter, na de duidelijke en stevige woorden soms van mijn voorgangers, die ik overigens helaas toch moet onderschrijven, graag nog een persoonlijke en inhoudelijke toevoeging. De afgelopen dagen en weken heb ik beleefd als een film. En helaas een hele slechte. Na 4 jaren hard en constructief samenwerken met onderling respect en waardering, althans, dat was tot voor kort mijn gedachte, en de verkiezingsuitslag op 21 maart jongstleden, die naar mijn mening recht deed aan de onderlinge samenwerking en de geleverde inspanningen en resultaten, leek voortzetting van de oude coalitie slechts een inkoppertje. Helaas bleek niets minder waar. De redenen en oorzaken ertoe zijn in voorgaande betoog al uitgebreid aan de orde gekomen en zullen dadelijk ook nog wel, denk ik wel, nader worden toegelicht. Daar zullen ook de komende tijd nog wel geregeld ter discussie worden gesteld. Nog afgezien van ieders eigen interpretatie en beleving daarvan. Zoals in dit soort kwesties gebruikelijk, bestaan er helaas altijd vele waarheden. Terwijl de echte waarschijnlijk wel nooit helemaal op tafel zal komen. Wat hier ook van zij, meer nog dan het ontbreken van enige inhoudelijke noodzaak om te breken met de oude coalitie, stuit mij vooral de manier waarop een en ander tot stand is gekomen tegen de borst. Hoewel dit in alle officiële verklaringen tot nu toe formeel wordt ontkend, is volstrekt duidelijk en ook bekend dat dit pact al maanden geleden is voorbereid en tot stand is gekomen. In gesprekken, ene been, die ik de afgelopen dagen meerdere malen met diverse betrokkenen heb gevoerd, wordt dit feitelijk ook eigenlijk wel toegegeven. En zelfs ook beargumenteerd. Dat is ook begrijpelijk. Want je hebt per slotverrekening toch wat uit te leggen, of niet? Allereerst denk ik dan toch ook aan de kiezer. Natuurlijk biedt het simpele gegeven dat lijst samenwerking bij de verkiezingen als grootste partij uit de bus is gekomen geen enkele garantie voor een nieuwe deelname aan een coalitie. Per slot van rekening is daar gewoon een combinatie van partijen die samen de meerderheid in de gemeenteraad vormen voor nodig. Dat is helemaal helder en ook helemaal niet nieuw. Logisch lijkt echter wel dat zo'n meerderheid wordt gevormd op basis van inhoud en programma, niet op basis van gevoelens en emotie. Tenminste, dat is in elk geval mijn, wellicht, iets wat te simpel opvatting, zo blijkt nu. Bovendien, denk ik, zou het vooral ook voor de kiezer toch wat prettig en van belang zijn geweest dat op basis van emotionele en klaarblijkelijk persoonlijke argumenten partijen vooraf bepaalde andere partijen van plan waren om uit te sluiten. Het zou mij niet verbazen dat een groot aantal kiezers met deze wetenschap wellicht een andere keuze zou hebben gemaakt. Hier is dus echt sprake van kiezersbedrog. Daarnaast
wil ik de kiezer ook graag nog deelgenoot maken van de aangevoerde, in die gesprekken aangevoerde argumenten en oorzaken. Ik wil beginnen toch even met toe te geven dat onze partij, wellicht in haar ijver om bestuurlijk en inhoudelijk bezig te zijn, best ook nadrukkelijk zelf kritisch in de spiegel mag kijken naar haar eigen rol in de onderlinge relaties en samenwerking. Uiteraard zijn daarbij fouten gemaakt en dingen vergeten of niet slim aan of opgepakt. Dat laat onverlet dat in een relatie of in een huwelijk, zoals dat door onze formateur vaak als metafoor wordt aangehaald, alle partijen, ik zeg met nadruk alle partijen, aan zet zijn om deze relatie, als je althans goede bedoelingen met elkaar hebt, in stand te houden en elkaar aan te spreken op momenten dat het wat minder gaat. Zeer zeker ook als een van deze partijen zich daar klaarblijkelijk niet zo van bewust blijkt te zijn. Dat wordt anders als één of meerdere partijen blijkbaar in een vroeg stadium geen positieve intenties meer hebben. Het mogen duidelijk zijn dat hier al zeer geruime tijd sprake van moet zijn geweest. In de omgeving waarin ik ben opgevoed, zou het in dat geval netjes en normaal worden gevonden dit tijdig aan elkaar kenbaar te maken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. In mijn ogen is het onverteerbaar in dat geval achter de rug om een combine te sluiten om een partner onwetend en bij voorbaat al uit te sluiten. Respectloos. Zo ga je niet met mensen om. En zeker ook niet met de kiezer. Naast de vergelijking met een relatie of een huwelijk wordt ook vaak in onze gesprekken een parallel getrokken met een wedstrijd. Ook daar heb ik geen enkele moeite mee. Maar wel met het feit dat fair play in dit geval niet het uitgangspunt blijkt te zijn. Winnen, dat is zeker belangrijk, maar niet met vals spel of door het tussentijds veranderen van spelregels. In mijn optiek althans. Gebleken is dat andere personen of partijen daar helaas geen enkele moeite of problemen mee hebben. Zeker als je ziet dat leugens en pertinente onwaarheden worden opgevoerd om de huidige gang van zaken te rechtvaardigen. Tot slot, de laatste dooddoener als reactie op mijn terechte vraag om een inhoudelijk argument. Jos, jongen, dat is nou eenmaal politiek, is dan het algemene en nietszeggende antwoord. Zo gaat dat nou eenmaal, en bijna, maar nog net niet hardop uitgesproken, zo hoort het ook te gaan. Dat het zo gaat in de politiek en blijkbaar klakkeloos wordt geaccepteerd, is op zich al een heel merkwaardig gegeven. Maar dat het klaarblijkelijk ook nog als normaal wordt beschouwd, is schrikbarend en moeilijk te verteren. Het heeft er alle schijn van, denk ik, dat door de zogenaamde, tussen aanhalingstekens, echte politici, waartoe ik me dus niet mag, maar zeker ook niet meer wil rekenen, al jarenlang een eigen virtuele realiteit wordt gehanteerd, waarin zaken geoorloofd zijn, sterker nog, volkomen worden geaccepteerd en normaal worden gevonden die in het gewone leven van alle dag niet door de burger zouden kunnen. Een omgeving waarin macht, prestige en dubbele agendas te boventoon voeren. En als het moet en noodzakelijk is omwille van het hoger belang, wat het dan ook mogen zijn, ten koste gaan van normale menselijke verhoudingen en onderling vertrouwen. Persoonlijk is dit voor mij een onverteerbare en niet te begrijpen houding en gedragswijze. Ik vind het dan absoluut ook niet vreemd dat buitenstaanders en de gewone mens op straat het vertrouwen in deze politiek helemaal kwijt zijn. Ook mijn vertrouwen in mensen, een zeker bepaalde sleutelfiguur, is door alle gebeurtenissen flink beschadigd en levert stevige littekens op. Dat ik hierdoor lang geaarzeld heb om als raadslid door te gaan, te meer daar dat uiteraard in een andere rol grotendeels toch in dezelfde omgeving met dezelfde mensen zal zijn. Omwille van de eigen grote achterban, wellicht ook nog wel het oogpunt van idealisme, alhoewel het een beetje bedaard is, heb ik besloten het bijltje er zeker niet bij neer te gooien. Integendeel. Uiteraard zal onze partij zich moeten bezinnen op haar nieuwe onwennige rol. Wat mij betreft
zullen wij altijd blijven werken zoals voorheen, op basis van kwaliteit, inhoud en normale menselijke verhoudingen. De spelregels zullen daarbij helaas nooit gedwongen wel worden aangescherpt en aangepast. Onze principes zullen wij echter nooit verloochenen. Ik wil tot slot afsluiten met een compliment aan de regisseur van de slechte film waarmee ik mijn betoog ben begonnen. Toevallig zit hij geloof ik hier in de zaal. Wat het absoluut niet mijn genre is en inhoud beneden alle pijl, is de film erg goed voorbereid en perfect gespeeld. Helaas is er door de Nederlandse filmkeuringsautoriteit het predicaat niet geschikt voor normale burgers en met een gezond boerenverstand en goed fatsoen aanverleend. Dat was het. Dank u wel, meneer Wakkers. Als volgende is het woord aan de heer Meulenberg. En als meneer Wakkers de microfoon wil uitzetten, ook meneer Meulenberg. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vandaag presenteren CDA, PNAS, DAS, GroenLinks en Partij van de Arbeid een coalitieakkoord en wordt het nieuwe college van onze gemeente benoemd. Deze partijen hebben zich gevonden in een onderling vertrouwen voor een stabiel gemeentebestuur voor de komende 4 jaar en delen een ambitieuze agenda voor onze gemeente. Deze coalitie vertegenwoordigt een stemmenaantal meer dan 70% van de kiezers van Acht Zusteren. Het hoogste aantal in de historie van onze gemeente. Daarmee heeft deze coalitie een stevig mandaat om te gaan werken aan de toekomst van onze mooie gemeente Acht Zusteren. Het voorliggende coalitieakkoord is hiervoor een mooie basis. De fractie van PNAS is dan ook zeer tevreden met het coalitieakkoord en we zien hier heel veel punten uit ons verkiezingsprogramma in terugkomen. Deze coalitie zet het financieel deugdelijke beleid, waarbij sprake is van een structureel duurzaam evenwicht op de begroting, onverminderd voort. De gemeente zal het huishoudboekje op orde houden en streven naar een zo laag mogelijke lokale lastendruk. Ook economische ontwikkelingen en ondernemerschap geeft deze coalitie ruim baan. Het bedrijfsleven gaat nog meer dan in het verleden gestimuleerd en gefaciliteerd worden om te investeren in werkgelegenheid. De gemeente is er voor burgers, ondernemers en verenigingen en dient zich dienstbaar op te stellen. We zien geen beren op de weg en argumenten waarom iets niet kan, we hanteren meer dan ooit het ja tenzij in plaats van de nee-mits-gedachte. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen optimaal gestimuleerd worden om deel te nemen aan het arbeidsproces. Wie kan werken, moet ook werken en voor iedereen die echt niet kan, blijft er een sociaal vangnet. Een ander belangrijk thema voor PNAS dat duidelijk terugkomt in dit coalitieakkoord is veiligheid. In dit coalitieprogramma wordt een grote prioriteit gegeven aan de verbetering van verkeersonveilige situaties en zijn afspraken gemaakt voor de inzet van extra middelen voor infrastructurele aanpassingen om een substantiële verbetering van de verkeersveiligheid te bewerkstelligen. Tegen hen die de openbare orde verstoren, treden we onverminderd hard op. Het zero-tolerance-beleid in zaken hennepkwekerijen en motorbendes wordt onverminderd voortgezet. Voor criminaliteit en radicalisering is in deze gemeente geen plaats. Verder is het belangrijk, voorzitter, dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. Deze coalitie zet dan ook in op een goedere jeugd- en ouderenzorg. Voor onze ouderen en hulpbehoevende inwoners blijven wij een WMO-vriendelijke gemeente. Ook wordt in het coalitieakkoord prominente aandacht geschonken aan jongeren. Zeer belangrijk zijn de vergrijzing en de bevolkingskrimp in deze regio. PNAS en ook deze coalitie vindt het heel belangrijk dat Acht Zusteren een bruisende gemeente wordt die jongeren en jonge gezinnen aan zich zal binden. Hiertoe zal dan ook een actief beleid gevoerd gaan worden. Verder koesteren we onze eigen volkscultuur, cultuurhistorie en eigen identiteit als zelfstandige gemeente. Deze coalitie wil onze gemeente verder gaan ontwikkelen als aantrekkelijke woon-, werk- en leefgemeente in Limburg met ruime mogelijkheden op het gebied van wonen, werken, onderwijs, sport en recreatie. Al met al zien wij in dit coalitieakkoord heel veel terug van ons verkiezingsprogramma en zullen dit dan ook met volle overtuiging steunen. Dit coalitieakkoord, dat door de raad zal worden vastgesteld, is voor ons de leidraad voor de komende 4 jaar. Daar valt niet aan te tornen. Goede voorstellen, van welke partij dan ook, die niet in strijd zijn met dit coalitieakkoord, zullen door ons op de juiste waarde worden beoordeeld en mogelijk door ons worden gesteund. Voorzitter, graag wil ik ook nog even ingaan op de totstandkoming en de achtergrond van de samenstelling van deze coalitie.
Dagblad de Limburger schreef voor de verkiezingen dat de toen zittende coalitie van lijstsamenwerking CDA en PNAS een zeer gelukkig huwelijk was. En door de vaak raadsbrede consensus op bestuurlijk niveau was het imago dat de raad had uit verleden het Texas van Limburg in de afgelopen periode de nek omgedraaid. Voor buitenstaanders zal de samenstelling van de nieuwe coalitie van de grootste partij, lijstsamenwerking, voor het eerst in meer dan 30 jaar geen deel meer van uitmaakt dan ook wellicht een verrassing zijn. Een gelukkig huwelijk kan echter alleen voortduren met wederzijds sterk onderling vertrouwen. Vertrouwen is dan ook het sleutelwoord voor de keuzes die gemaakt zijn in deze formatie. Ik wil nu dan ook in alle openheid en transparantie aan de burgers van Echt Susteren toe het eerlijke verhaal vertellen en een uiteenzetting geven van de keuzes, overwegingen en achtergrond van de keuzes die gemaakt zijn om tot deze coalitie te komen. Voorzitter, ik ga dan eerst even kort terug in de historie. Nadat PNAS in de eerste raadsperiode in de gemeenteraad is gekomen, dat was de periode 2010, hebben wij 4 jaar als eenmansfractie in de oppositie gezeten. En we wilden na de verkiezingen van 2014 graag mee besturen in onze gemeente, omdat je zeker als eenmansfractie en ook in de oppositie in de lokale politiek weinig voor elkaar krijgt. Om verzekerd te zijn van een plek in de coalitie, hebben wij voor de verkiezingen van 2014 dan ook een samenwerking gezocht met een gelijksgezinde lokale politieke partij en een lijstverbinding gesloten met lijstsamenwerking. De verkiezingen van 2014 waren een daverend succes voor PNAS en we groeiden tot ieders verbazing van 1 naar 4 zetels. De lijstverbinding lijstsamenwerking PNAS vormde samen met het CDA een coalitie en ging vol ambitie en enthousiasme aan de slag. Naar ons inzicht waren de onderlinge verhoudingen binnen de coalitie goed en de samenwerking in de coalitie verliep de eerste 2 jaar in constructieve en prettige sfeer. Voorzitter, de coalitie functioneerde goed tot het moment, ergens december 2016, dat we vernamen dat de 2 wethouders van lijstsamenwerking, de oppositiepartij, DES, voorstelden toe te treden tot de coalitie ten koste van PNAS, die daarmee buitenspel zou worden gezet. Deze actie van lijstsamenwerking, waar wij nota bene een lijstverbinding mee hadden tijdens de verkiezingen van 2014, is bij PNAS dan ook met zeer grote teleurstelling en verbazing ontvangen. Het vertrouwen werd hiermee enorm geschaad. Voorzitter, de coalitie ging echter verder. Een half jaar later, op 13 juli 2017, stond de realisatie van het multifunctionele accommodatie in de kern echt op de agenda. Een belofte van PNAS aan onze kiezers en een punt waar mijn buurman hier meer dan 10 jaar politiek voor heeft gestreden. De samenwerking onthield de goedkeuring van het raadsvoorstel. Hiermee werd het coalitieakkoord met betrekking tot dit punt door lijstsamenwerking getorpedeerd. Met steun van DES werd toch een raadsmeerderheid verkregen. Lijstsamenwerking toonde zich hierbij wederom een onbetrouwbare coalitiepartner. Toen vervolgens, kort voor de verkiezingen van 2018, het CDA benaderd werd door lijstsamenwerking om een 2-partijencoalitie te vormen na de verkiezingen, met uitsluiting van alle andere partijen, stonden alle incidenten niet meer op zich, maar leek er een plan achter te zitten en kon slechts de conclusie getrokken worden dat lijstsamenwerking van PNAS af wilde. Voorzitter, het is echter anders verlopen. PNAS kreeg bij de verkiezingen 54% meer stemmen dan in 2014 en haalde 5 zetels. Tijdens de informatieronde is gebleken dat ook andere partijen, de meerderheid, geen vertrouwen meer hadden in een coalitie met lijstsamenwerking. Voorzitter, onderling vertrouwen is het belangrijkste fundament bij het vormen van een coalitie. Vertrouwen gaat voor samenwerking. Het mogen duidelijk zijn dat PNAS het vertrouwen in lijstsamenwerking kwijt is en wij geen basis meer zien om weer 4 jaar constructief samen te werken in een coalitie. Het is een opeenstapeling van voorvallen geweest die geleid heeft tot deze vertrouwensbreuk. Het is overigens wel zeer opvallend dat lijstsamenwerking deze koers is gaan varen vanaf het moment dat hun voorzitter voor langere tijd afwezig was. De toekomst zal leren of het geschonden vertrouwen hersteld kan worden. Een spreekwoord zegt immers, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Voorzitter, tot slot wil ik benadrukken dat PNAS nooit of te nimmer de intentie heeft gehad om welke partij dan ook uit te sluiten. Maar de eerder genoemde feiten noopten ons bij de coalitie in te zetten op een andere samenstelling. Een spreuk uit het Oude Testament luidt, wie een kuil graaft voor een ander,
zal er zelf invallen en wie een steen wentelt, op hem zal hij terugrollen. Voorzitter, dit brengt mij aan het einde van mijn betoog. Er rest mij verder niets dan de hoop uit te spreken op een constructieve samenwerking tussen alle raadsleden, zowel coalitie als oppositie in de komende 4 jaar, gericht op de inhoud en het belang van onze gemeente, zodat we samen kunnen gaan werken aan een nog mooiere, nog betere en nog welvarende gemeente. Vol ambitie en enthousiasme gaan we vanaf vandaag aan de slag. Vanaf nu kijken we niet meer terug, maar richten onze blik zonder rancune op de toekomst. Een mooie toekomst voor het smalste stukje Nederland. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Meudenberg. Als volgt het woord aan de heer Van Ool. Mag ik de tribune verzoeken om geen enkele blijk van afkeuring of goedkeuring te geven? Dat weet u toch allemaal, zoals ik u daar zie zitten. Kom nou. Meneer Van Ool, u heeft het woord. Ja, dank voorzitter. Ik denk dat ik wel in ieder geval kan stellen dat het drukke, maar zoals we hier nu ook hebben kunnen zien, toch wel roerige weken zijn geweest. Na de informatiegesprekken kwam naar voren dat een werkbare coalitie gevormd zou kunnen worden door DES, CDA en PNES. Iets dat in eerste instantie niet helemaal strookte met onze verwachtingen als Partij van de Arbeid. En daarom willen wij nogmaals uitspreken dat we natuurlijk betreuren dat de breuk binnen de voorgaande coalitie heeft plaatsgevonden zoals die heeft plaatsgevonden, met name op gevoel en emotie. Wij als PvdA hebben altijd gezegd, we zien het proces tegemoet hoe het zich gaat voltrekken na de verkiezingen. Wij waren in eerste instantie gewoon ontzettend blij om weer terug te keren in de gemeenteraad. Maar uiteindelijk zit je natuurlijk wel in die gemeenteraad en in de politiek om je idealen in acties en beleid om te kunnen zetten. En toen bleek inderdaad dat de coalitie wellicht gevormd zou kunnen worden door een breed spectrum aan partijen. Waar er wellicht plek zou zijn voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks als kleine linkse eenmansfracties. Wij zijn in ieder geval ontzettend enthousiast om te zien dat het gelukt is om op basis van inhoud het een en ander voor elkaar te krijgen en punten op te kunnen laten nemen in het coalitieakkoord. Als Partij van de Arbeid zijn we het gesprek aangegaan met als uitgangspunt voor onszelf, wij gaan hier aan deelnemen op het moment dat wij inhoudelijk de punten die wij in ons verkiezingsprogramma hadden staan, die speerpunten een plek te kunnen geven. En dat is wat ons betreft grotendeels gelukt, hè, met het voorliggende coalitieakkoord als resultaat. Inhoudelijk wil ik dat best even toelichten, want nogmaals, daar zijn wij heel trots en enthousiast over, om hetgeen wat ons gelukt is om hier in het coalitieakkoord te laten vermelden. Het streven naar een gestructureerd armoedebeleid, waarbij repressie, maar zeker ook preventie centraal staat, staat nu hoog op de politieke agenda. Er zijn de afgelopen periode heel veel mooie initiatieven gestart, maar het is wat ons betreft nu tijd om door te pakken. Met de werkgroep Armoede hebben we binnenkort, op het moment dat dat goed is uitgewerkt, een middel in handen om de knelpunten in kaart te gaan brengen en daadwerkelijk ook op het gebied van armoede weer een slag te slaan. Dus daar zijn we heel enthousiast over. Het oormerken van de gelden binnen het sociaal domein is iets waar we ons al langer sterk voor hebben gemaakt. En ook dat kunnen we terugvinden in het coalitieakkoord. En dat betekent dat ook die gelden nu terecht gaan komen waar ze echt voor bedoeld zijn. Zonder dat ze zomaar in een algemene reserve kunnen verdwijnen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Doelgroepen is iets waar wij ons in de afgelopen campagne ook ontzettend sterk voor hebben gemaakt. Doelgroepen hebben binnen dit akkoord niet zomaar meer het is geen algemeen abstract begrip meer, maar het heeft een concreet gezicht gekregen. De mensen waar wij het voor doen, worden genoemd in het akkoord. We kunnen zien dat ouderen uit het sociaal isolement worden gehaald, jongeren kunnen zich gaan uiten in nieuwe vormen van cultuur. We spreken waardering uit voor de mantelzorgers, voor het mooie werk en het lovenswaardige werk dat zij doen. En speciaal wil ik ook nog even de aandacht vragen voor de veteranen en andere personen met geuniformeerde beroepen. Die ook weer een concrete plek hebben gekregen binnen dit coalitieakkoord. Doelgroepen hebben, zoals gezegd, een gezicht gekregen. In de media is er de laatste tijd van alles gezegd. De laatste dagen hebben we kunnen lezen dat er een coalitieakkoord is gevormd
waarbij een links sausje over het geheel was geschonken. Ik zou het zelf iets anders formuleren. Ik heb het graag over een brede coalitie waarbij zeker het sociaal-maatschappelijke en het duurzame van GroenLinks, dat ook prominent aanwezig is. Het is nu zaak, zoals ik net zei, om door te pakken. We zitten met 6 partijen in deze gemeenteraad. Het zijn er niet veel. We zullen uiteindelijk met de raad zoals we hier nu zitten moeten doen. Nogmaals, we hebben weer kunnen zien dat de emoties hoog oplopen. En ik kan het ook vaak heel goed begrijpen. Maar ik heb ook heel vaak het woord inhoud gehoord. En zoals we hier nu zitten ben ik ervan overtuigd dat we op constructieve wijze een discussie kunnen gaan voeren over die inhoud. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Ook het coalitieakkoord zoals het hier nu ligt, is niet voor niks, wordt het ter sprake gebracht, zodat we de discussie aan kunnen gaan en te kijken waar mogelijk verbeterpunten mogelijk zijn. Maar wat ik in ieder geval aan wil kaarten, is dat ik ervan overtuigd ben dat er hier een coalitieakkoord ligt waar we mee aan de slag kunnen. Zowel coalitie, maar ook oppositie. Als we nu op constructieve wijze invulling gaan geven aan de inhoud van dit beleid, dan weet ik zeker, als we samen met z'n allen, met de 23 raadsleden en het nieuw te vormen college, ben ik ervan overtuigd dat we samen met die schouders eronder een heel mooi beleid neer kunnen zetten voor de komende 4 jaar. Tot zover. Dank u wel, meneer Van Ol. Het woord is aan de heer Wetemans. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is een partij met veel idealen. En die idealen die kun je koesteren. Mooier is natuurlijk als je ze ook kunt realiseren. GroenLinks kreeg de afgelopen weken de kans om een aantal speerpunten op de agenda te zetten. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, samen met PvdA, heel belangrijk onderwerp. Deze raadsperiode geen nieuwe megastallen. Meer groen voor meer biodiversiteit. Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers. De realisatie van een Noord-Zuid fietssnelweg door onze gemeente. Een ander afvalsysteem om aan de landelijke doelstelling te voldoen. En werken aan de nodige energietransitie. Al deze speerpunten vinden we terug in het coalitieakkoord. We hebben er heel veel zin in om al deze punten ook daadwerkelijk te realiseren natuurlijk. Samen met andere partijen. En we hopen dat dat op een respectvolle wijze zal gebeuren. Tot zover. Dank u wel, meneer Wetemans. Meneer Kremers. En dank u wel, voorzitter. Als je dan aansluit midden in de reden, is al veel gezegd. We sluiten ons aan bij de woorden van Jeroen. Dat was perfect verwoord hoe wij dat besproken hebben. Ik wil even toch naar de andere kant vragen. Heeft u wel vragen gevraagd aan de informateur, aan de formateur, wat betreft het proces? Wie heeft een kans gehad schriftelijk in te dienen, heeft een kans gehad het mondeling toe te lichten. En dan komt hij met diverse dingen aan. Dus mijn vraag is de formateur geïnformeerd over de vragen van u? U had ook even aan op een stuk, meneer Verrezen, de A2 en de VDL. De infrastructurele maatregelen rondom de ontwikkeling van Netcar zullen de komende jaren grote prioriteit hebben. Het staat volgens mij in een stuk bij paragraaf 7. Datzelfde geldt voor de verbinding van de A2. U zegt, u staat helemaal niks van opgenomen. Ik weet niet wat u dan gelezen heeft. Dat even ter zake. In eerste instantie had ik wat meer willen zeggen. Ik wacht de tweede instantie af. Ik wil dan toch wel even ingaan op de informateur en formateur. Toen wij op 13 april in het gesprek met de fracties en de informateur de eindconclusie hoorden, waren wij blij verrast dat de informateur objectief en eerlijk zijn bevindingen mededeelde, waarbij een coalitie met CDA, PNES en DES mogelijk was. Daarbij heb ik zelf nog de opmerking gemaakt om GroenLinks en PvdA niet bijvoorbeeld uit te sluiten. Nadat de formateur opnieuw was benoemd en deze vraag stelde de speerpunten aan te leveren voor de coalitieprogramma, zijn wij direct aan de slag gegaan. Deze speerpunten hebben wij aangeleverd op zondag 15 april, waarbij wij op maandag 16 april nog de nodige aanvulling hebben gedaan met de formateur. Voorzitter, wij als fractie DES zijn zeer verheugd dat wij aan deze coalitie mogen deelnemen en zullen alle fracties de belang van onze inwoners als fractie de belang van onze inwoners goed behartigen. Daar zijn we tenslotte voor gekozen. Wij hebben als fractie mevrouw Bruijsen van der Berg aangedragen als de kandidaat wethouder, omdat wij het als partij belangrijk vinden om ook vrouwen deel laten uit te maken van het college.
De vrouwen en de jeugd waren al goed vertegenwoordigd op onze kieslijst. En nu krijgen we ook nog eens de kans om een van de vrouwen in de college te krijgen. Verder zullen wij dus zeer zeker geen achterkamertjespolitiek willen bedrijven. En geen 30 jaar terug in de tijd willen gaan met weer Texaanse toestanden. Of dat mogelijk ernstige gevolgen zijn voor onze gemeente. Of dat onze jonge en zittende raadsleden kans gegeven moeten worden voor de toekomst in de politiek. Voorzitter, dit waren een paar kreten die werden geopperd door de lijst samenwerking in de openbare vergadering van 13 april naar de nieuwe coalitie toe. Wij als DES vinden dat ook de burger recht heeft op openbaarheid en nogmaals begrijpen wij de emoties, maar probeer samen wat te maken met onze mooie gemeente. Ten slotte zijn we met z'n allen gekozen voor onze burgers. Laten we ons dan ook samen er zijn voor onze burgers, zodat wij met plezier en een zekere toewijdenheid kunnen verblijven in onze mooie gemeente. Dat ook verder in eerste instantie. Goed, dan meneer Kremers. Als laatste in deze ronde is het woord aan de heer Penders. Ik vraag aan de heer Kremers om zijn microfoon ook uit te zetten. Meneer Penders. Ja, voorzitter. Inderdaad, dank. En als je als laatste aan het woord komt, is er al veel gezegd. Ik heb niet zoals velen een echt voorbereid verhaal, wat precies uitgewerkt is en noem maar op. Want ik wil toch eerst gewoon dit als geheel eens even op me in laten werken, voordat ik iets ging vertellen. Toch zijn er een paar dingen die ik kwijt wil. Maar allereerst natuurlijk een woord van dank aan de informateur op de eerste plek. Meteen na de verkiezingen heeft hij eigenlijk de handschoen opgepakt. Dat is de heer Maassen, zit op de tribune. En is eigenlijk zeer zorgvuldig te werk gegaan om eigenlijk tot een voorstel te komen welke partijen het beste bij elkaar zouden passen. Dat is dus eigenlijk het CDA, PNAS en de Democraten geworden. En dat is dus eigenlijk ook essentieel gebleken, dit advies in het verdere verloop en dus ook essentieel geweest voor het stuk dat hier nu voor ons ligt. Niet alleen als ik terugkijk naar het informatieproces, maar ook terugkijk naar de coalitieperiode daarvoor, was de rol van de heer Maassen ook eigenlijk instrumenteel. Hij had een sleutelpositie in het vertrouwen tussen de twee coalitiepartners, CDA en slechts samenwerking. Hij was meestal het punt waar we ons toe richten, waar we afspraken mee maakten. En met name toen hij de laatste periode er niet meer was, is daar wat beweging in gekomen. Dat heeft er niet geheel toe geleid natuurlijk tot hetgeen wat er nu gebeurd is, maar het was het begin van het verval. Op de tweede plek dank aan de heer Pusjes, de formateur. De formateur is degene geweest die de afspraken verder heeft uitgewerkt en er ook voor gezorgd heeft dat de coalitie die voorgesteld werd in de informatie zelfs verder verbreed werd met de twee landelijke partijen, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Het CDA is daar erg verheugd mee. Zoals de heer Meulenberg al zei, een erg brede coalitie. En ik weet niet of het de breedste is in tijden, maar dit voelt goed voor ons. Verder nog ambtelijke ondersteuning, hartstikke bedankt. Mevrouw Hermans heeft er ook enorm veel tijd en moeite in gestoken om dit op korte termijn allemaal voor elkaar te krijgen. Nog even kort op de inhoud. Nou, het is een breed gedragen coalitieakkoord dat erg zorgvuldig tot stand is gekomen, waarbij het CDA een heleboel van haar verkiezingsbeloftes ziet terugkomen. Wij gaan natuurlijk dit verder uitwerken, want zoals jullie zien is dit een document op hoofdlijnen. Dit zal de komende periode uitgewerkt worden in een collegeakkoord. En wij zien dat met vertrouwen tegemoet, want het CDA is blij om te mogen melden dat de heer Pusjes en de heer Frisje die hete kolen voor ons verder uit het vuur mogen gaan halen. En we spreken dan ook groot vertrouwen uit in deze twee bestuurders. Dan wil ik nog even kort ingaan. En dat is denk ik, dit stuk is natuurlijk belangrijk. Maar zeker net zo belangrijk is eigenlijk voor mij en ik denk ook voor onze fractie de overgang. We zijn van een nieuwe tijd breekt aan. Een oude periode wordt afgesloten. En zo net werd aan de overkant bij de samenwerking werd daar heftig op gereageerd. En een heleboel kritiek, dat kan ik natuurlijk niet direct herkennen, maar ik wil er wel begrip voor uitspreken. Begrip voor het harde werk dat ze toch gedaan hebben, dat wil ik zeker uitspreken, dat is zeker gebeurd. En dan kan ik me ook voorstellen dat je dit dan niet meteen ziet aankomen. Echter, er werd een anekdote genoemd, zo werkt de politiek. Dat is inderdaad zo. Er is meer dan alleen hard werken nodig en
Niemand is meer dan een ander. Uiteindelijk moet alles gewogen worden en wordt er gekeken wat tot het beste resultaat kan komen. De heer Verhezen, nou, zo kennen we hem, ging meteen op de inhoud. Dat is ook te waarderen. Ik kan er even kort op ingaan. Legalisatie van bouwwerken. Nou ja, wij als coalitie willen natuurlijk ook niks onwettigs gaan doen. Een OZB-verhoging. Nou ja, goed, er zit ook een stukje inflatie in. We kunnen er verder eventueel later op teruggaan. Afval moet nog worden uitgewerkt. Gemeenschapshuizen. Nou, daar gaan we maatwerk voor leveren. Dus ik ga er even heel kort op in. Subsidiebeleid. Dat hij ook samen even niet bij ging te snel. En verder zei u dat met name de fractievergoedingen en de commissies, dat er politieke spelletjes gespeeld werden. Dat werp ik ver van me. Wij hebben gedacht recht te doen aan een nieuwe vergaderstructuur en komen daarmee tot nieuwe voorstellen. Ik wil in ieder geval uitspreken dat wij als ook met een heleboel jonge mensen in de vergadering, als jullie inhoudelijke punten hebben, willen we die zeker meenemen. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel, meneer Penders. Ik dacht even dat ik de formateur al hoorde antwoorden op een aantal vragen die gesteld waren. Dus u neemt hem werk uit handen, maar ik geef aan het slot van deze hele termijn de formateur het woord om een aantal zaken die hij gehoord heeft, een aantal vragen die vooral van lijstsamenwerking uitgesteld zijn, om daarop te reageren. En daarna gaan we voor de tweede termijn nog een keer een ronde maken. Meneer Pusjes. Ja, voorzitter, wethouder in spe, de heer Penders heeft de vragen van de heer Verhezen grotendeels beantwoord, geloof ik. Maar goed, laat ik het zo zeggen, over de gevolgde procedure is door niemand eigenlijk iets gevraagd en er zijn ook geen opmerkingen gemaakt. Dus ik neem aan dat daar iedereen het mee eens was en is. Vervolgens hebben alle fracties aan deze zijde die het coalitieakkoord getekend hebben, die hebben eigenlijk alleen maar aangegeven vertrouwen te hebben in dit coalitieakkoord. En willen met een positieve insteek in elk geval doorgaan en ermee beginnen. Blijft over de fractie lijstsamenwerking, ja, die een en ander ook eens kritisch bekeken heeft, is ook logisch in de gegeven situatie, maar de heer Penders heeft ook een beetje aangegeven. Eigenlijk, als je zegt op inhoud, had u twee kansen gehad. Hè. We hebben een schriftelijke ronde gehad. U had daarin kunnen aangeven, dit mis ik, dat moet en dat moet zus. Ja. En vervolgens hebben we ook een brief aangegeven, die heeft ook een gesprek. Een en ander nog kunnen toelichten en aangeven. Dat, we hebben een gesprek gehad, maar daarover hebben we niet meer gesproken. Maar dat waren wel de twee momenten geweest om over de inhoud te spreken. En dan moet ik u tegelijkertijd zeggen dat een coalitieakkoord is op hoofdlijnen, waar diverse uitwerkingen nog op moeten volgen. In een coalitieakkoord staan altijd vaste afspraken voor een aantal dingen. En dat zeg ik u eerlijk, wat we met GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben afgesproken, dat is een vaste afspraak. Dat eisen die partijen ook. Maar daar staan ook, zeg maar, ja, streefgetallen staan verder geen getallen in, maar daar staan ook zaken in, daar wil je naar streven. Daar wil je naar streven. En als je zegt 1,75% belastingverhoging en u geeft dan aan de waarde, stijging of daling kan erop van invloed zijn, dat weten we allemaal. En dan kan het zo zijn dat bij wijze van spreken de waardestijging van de woningen zo groot is dat we hier, of u dat bent, of een andere partij, dat we gaan zeggen, moeten we die 1,75 vasthouden. Dat weet u zelf ook. Dan zullen we die heus gaan bijstellen. Want dan zal elk mens in de gemeente Exusteren ons daarop aanvallen. Ik drink even wat water. Of een raadsfractie of een raadslid. En dan komen we daar wel uit. Dus dat, om dat punt er even zo bij te noemen. Dan heeft hij aangegeven de mogelijke legalisatie van bestaande bouwwerken. Ja, wat is de aanleiding geweest? Meneer Verhezen, u bent jaren wethouder geweest. We hebben vaak ook over allerlei dingen gesproken. En er zijn bouwwerken waarvan iedereen zegt, moeten die nu afgebroken worden? Die staan al zo lang. Moet dat zo? U kunt er zelf ook tientallen opnoemen. En ik ook. En wij hebben hier aangegeven, wij gaan eens proberen om te kijken of dat allemaal zo moet volgens de regels. Dan kunnen we misschien toch niet een paar regels oprekken. En daar hebben we met de heer Wakkers ook over gesproken. En dat staat hier. En de heer Penders heeft net al gezegd, ja, alles zal binnen juridische kaders blijven staan. En er zullen heus geen donkere, schimmige beslissingen genomen worden om daar mensen wat te bevoordelen met een schuurtje en daar, want dat beeld gaat u oproepen en daar niet. Dat OZB-verhaal, dat heb ik u net gezegd. Het afvalsysteem ben je op ingegaan, dat weet u ook. Als er één draaibare knop is om de
gemeentelijke lasten te verlagen of te verhogen of weet ik wat, dan is het het afvalsysteem. Daar kunnen wij aan draaien. En daar moeten we ook aan draaien, daar zijn we het allemaal over eens. Maar welk systeem het moet gaan worden, dat moet nog dadelijk blijken welk het wordt. Daar moeten we discussie mee gaan voeren en daar hebben we een werkgroep voor ingesteld die wat daar inhoudelijk over gaat spreken met ons allemaal. En er kan een systeem uitkomen wat beter is, maar misschien ook goedkoper en misschien ook duurder, weet ik niet. Dat is de keuze van de raad. Kun je allemaal over meepraten. De gemeenschapshuizen geven die aan, begrijp ik helemaal niet, dat u als lijstsamenwerker in één keer zegt, dat is geen taak voor de gemeente. We hebben in Sint-Joos een prachtig gemeenschapshuis gebouwd, we hebben overal prachtige gemeenschapshuizen gebouwd. We weten allemaal dat in de kleine dorpen de gemeenschapshuizen onder zware druk staan, dat wij als overheid, als een van de weinigen hier in Limburg misschien onze taak hebben waargenomen om te kijken dat in elk geval elk dorp een gemeenschapshuis heeft. En dat doen we op dit moment in Soester nog niet, om de particuliere eigenaar wat daar zit in elk geval te beschermen. En die niet het brood uit de mond te nemen. Maar ook daar kan een situatie komen dat we dat moeten doen. En ik ben ervoor. En we zullen dit beleid voor altijd, zolang als ik hier zit, blijven voortzetten. Dan de subsidies van de vereniging, geeft die aan. Ja, de verhoging met 10% van de plafonds. Dat is niet waar, want ze zijn al zoveel gekort. En de kortingen die hebben, die zijn zo hoog geweest dat die 10% verhoging eigenlijk te weinig is. Dat kan best zo zijn. Ja, als dit zo zou zijn, dat wij een instortend verenigingsleven hebben en dat de verenigingen voor de deur staan en gaan zeggen het is allemaal te weinig, dan willen we daarover praten. Dan zullen we ook over die plafonds praten, dan zullen we ook over de subsidies praten en ook daar komen we uit. U heeft toen zelf een half jaar geleden voorgesteld om die 10% nu al te doen. Nu doen we dat. Wij hadden dat al in de vorige keer ook al willen doen. We hebben daar een discussie over gehad. En eigenlijk doen we wat we allemaal willen. En nu ook. Ja, dan wordt daar nog gezegd iets over politieke spelletjes. De commissies verkleinen. Duidelijk gericht op lijstsamenwerking. Ja, dat vind ik toch, om dat te zeggen, wij zijn... Ja, dat hoef ik niet. Wij zijn ook een grote fractie. Wij gaan toch ook terug, het CDA. Het is een voorstel... Het hoeft niet, we geven ook nog aan, de gemeenteraad moet dat zelf eigenlijk beslissen in Garderen. Daar kunnen ze over spreken, daar kunnen ze over praten en misschien kunnen de meerderheid overtuigen. Ik zal u bijvoorbeeld zeggen, het CDA was voor 3 en het CDA was ook voor een evenredige vertegenwoordiging. Maar we hebben aan de andere coalitiepartners geluisterd. In de scheven en nemen, ja dat hebben wij altijd goed gekund, u wat minder waarschijnlijk. Ja, maar en daar zijn we op dit getal uitgekomen. Ja, en dan is het nu het voorstel, wij zouden het verstandig vinden om 2 te pakken per fractie. Maar het mag van ons ook groter zijn. Maar dan moet jullie samen uitkomen. Daar moet in Garderen over gesproken worden. De fractievergoeding ook aanpassen. U zegt, wij verwachten een verlaging. En u suggereert dat CDA en PNS uitgaven verkeerd hebben gedaan. Dat hebben we in het convent over gesproken. Daar zijn fouten gemaakt. Maar er moet hier niet een indruk worden gewekt alsof er iets bewust is gedaan. Er is gewoon een fout gemaakt en door beide fracties op andere gronden. En daar wordt over gesproken. En ook daar kunnen de fracties en de gemeenteraad in Garderen kunnen daar een besluit over nemen hoe hoog die vergoeding per fractie moet zijn. U kunt bij wijze van spreken, geef elke fractie een miljoen. Ja, of geef elke fractie 50 euro per jaar. Wat is er nu? Wij geven hier alleen iets aan. Zo zou het kunnen. Niet meer en niet minder. Dan haal je een heleboel onderwerpen aan die wat niet geschreven en niet genoemd zijn. Ja, daar kan ik alleen van zeggen. U laat de lijst maar komen of je had dat eigenlijk nu moeten doen. U had een amendement kunnen indienen. U had een papiertje neer kunnen leggen. En u had kunnen aangeven die en die willen we nog opgenomen hebben. Met tekst daarbij hadden we het misschien gedaan. Maar er is niks bewust achtergehouden en een aantal dingen staan er wel in. Ik dacht dat de heer Kremers iets genoemd heeft. Wat er wel in staat... En waarvan u zei dat het er niet in zou staan. Dan de heer Peters, als ik iets vergeten ben, ja, je heeft nog een tweede termijn. De heer Peters ging dan in op de 4,3 FTE. Hadden we niet wat zuiniger aan kunnen doen? Nou, we weten allemaal, in het verleden hebben we meer FTE's uitgegeven. Waarom? Om stabiliteit in de college te krijgen. Wij als CDA hebben het standpunt gehuldigd. Het aantal FTE's is niet belangrijk. Wat is belangrijk? Stabiliteit in de college. Wij hebben hier altijd een stabiel college gehad in de afgelopen 4 jaar. 4 periodes lang als de gemeente Ex-Zuster niet bestaan. Soms heeft dat geld gekost, soms minder. We hebben met 5,5 FTE's gewerkt, maakt u zelf deel uit van de coalitie. We hebben met minder gewerkt, maakt u ook zelf deel uit van de coalitie. Heeft nooit niemand iets over gezegd. En nu wordt dat door uw partij, waar het altijd mee heeft gedaan aan alle FTE-verdelingen, aan 4 wethouders, aan 5 wethouders, aan 6 wethouders, wordt nu in één keer opgelepeld als een probleem. In het verleden heeft u daar nooit niks mee gedaan. De FTE's van mezelf, ja, dat heeft hij aangehaald. Zolang als ik wethouder ben,
2003. Ik heb dat altijd gezegd. Ik wil nooit fulltime wethouder zijn. Waarom niet? Ik wist wat dat wethouder risicovol bestaan was. Als het moment kwam dat ik weer terug naar school moest, dan wilde ik voeding houden met de kinderen. Ja, en ik heb altijd lessen gegeven. Het ene jaar 8, het andere jaar 12, het ene jaar 10. Zoals de school dacht dat het goed was. De heer Frisje, denk ik, geldt dat hetzelfde voor. Die heeft dan met de Provinciale Staten, dat Provinciale Statenlidmaatschap er nog bij. Wat ik doe en de heer Frisje doet, mag allebei, is bij de wet geregeld. Zolang als ik part-timer ben en de functie van de heer Frisje mag gecombineerd worden, doen trouwens heel velen in den landen gecombineerd worden, wethouderschap en statenlid, dat mag. En dan gaat hij dan zeggen, de portefeuilles, de portefeuilleverdeling is des colleges. Het college zal dat, denk ik, de volgende week uiteenzetten, over discussiëren. Grote lijnen weet je ook, verleden altijd zo geweest. Informeel is dat klaar, dat is zo. Formeel moeten we er nog over praten. En als het klaar is, laten we daartoe komen. Er is niks raars bij, daar hoeft u geen brief voor te schrijven. U krijgt het gewoon, elk raadslid krijgt dat. En dat is precies gegaan zoals het anders ook gegaan is. Ik geloof dat ik de vragen een beetje allemaal beantwoord heb. Voorzitter, als ik iets vergeten ben, dat hoort u het wel. In de tweede termijn. Ja, ik wil Dank u wel. Als u ook een microfoon uitzet. Als u ook uw microfoon uitzet. Dank u wel, meneer Dijks. Ik heb voor mijzelf in ieder geval nog één duidelijke vraag van de heer Verhees opgeschreven. Dat gaat over die legalisatie. En de heer Verhees heeft dat goed gelezen. Ik zit hier inderdaad om ervoor te waken dat de wet niet overtreden wordt. En dat zal ik ook doen en daar kunnen wij altijd op aanspreken. Het is wel al, zowel door de heer Pender, zoals de heer Pusjes gezegd, de wet, en de heer Wakkers heeft dat ook nog aangehaald, de Algemene Wet Bestuursrecht schrijft voor zelfs dat je moet kijken als er een overtreding geconstateerd wordt of dat gelegaliseerd kan worden, maar dan wel binnen de kaders die daarvoor zijn. En niet de een wel en de ander niet. En daar zal ik nadrukkelijk op toezien. Dit is het eind van de eerste ronde. Kunnen we gelijk doorgaan met de tweede ronde? Voorzitter, ordevoorstel. Gezien de complexiteit van het geheel, zouden we namens lijstsamenwerking een moment van schorsing willen voorstellen. Hoe lang had u nodig? 10 minuten bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dan schors ik tot 9:15. Dat is een dikke 10 minuten. Fijn. Ja, de vergadering is geschorst.
Dames en heren, mag ik u vragen om uw plaatsen weer in te nemen? Dan gaan we zo verder met de vergadering. Goed, als iedereen weer zit en alle bloemen weer voorzichtig zijn neergezet, dan heropen ik de vergadering en dan vraag ik wie voor de tweede termijn het woord wenst. Dat is de heer Dijks, de heer Verhezen, de heer Meulenberg, de heer Kremers. Dan heb ik iedereen genoemd, of ook meneer Bisschops, wilde u ook het woord? Nee, oké. Okay. Dan zijn dat de woordvoerders, dan geef ik als eerste het woord aan de heer Dijks. Dank u wel, voorzitter. Ik wil... heel kort reageren. Ik denk dat ik dat ook verplicht ben. En om toch meer duidelijkheid te scheppen. Ik dacht dat ik op 13 april, toen we hier bij elkaar hebben gezeten, mijn emoties heb kunnen uiten. Ik zal in ieder geval trachten, en dat zal me zeker lukken, om niet emotioneel te worden. Maar ik wil toch even ingaan op de heer Meulenberg. Met name over de opmerking van Des. In december 2016. Ik kan u vertellen dat in december 2016 zowel ik als de heer Wakkers de heer Kremers hebben uitgenodigd voor een gesprek. Hij is toen ook gekomen en we hebben hem uitgenodigd omdat de geruchten gingen dat wij, lijstsamenwerking, de heer Peters hadden overgehaald om aan te sluiten bij lijstsamenwerking. Dat was niet zo en derhalve heb ik dat gesprek aangevraagd en dat heb ik met de heer Kremers, Jos Wakkers en ondergetekende gevoerd. We hebben dat besproken en er is ook heel duidelijk uitgekomen dat de heer Kremers zei van wij hebben die indruk niet en als dat verteld wordt dan is dat niet waar. Voor mij was daarmee de zaak af. Verder hebben wij doorgesproken, heel kort, van... En dan vroeg ik aan de heer Kremers, en wat doe jij over 2 jaar? Dat was een hele simpele vraag. En hij zegt, luister Jacques, wij hebben jonge mensen in onze ploeg. En over 2 jaar doe ik weer mee aan de verkiezingen. Dus hetgeen wat ik ook in het verslag op 13 april heb gelezen. En wat nog een keer door de heer Meulenberg is gezegd, dat bestrijd ik ten zeerste. En dat is... Je mag nooit zeggen dat is gelogen, maar dat is de zijde de waarheid. Ja. Dan heb ik nog een opmerking. Dat was namelijk, twee partijen hebben duidelijk gesproken over het argument aangehaald betreffende de privéproblemen van onze voorzitter. En ik vind het niet gepast om dat te gebruiken als excuus of als verwijt naar partijen als lijstsamenwerking. Juist toen... hadden andere partijen misschien het initiatief moeten nemen en moeten zeggen van, jullie zitten met een probleem, wij willen ergens over praten. Dat is niet gebeurd en dat zijn mijn opmerkingen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dijks. Meneer Verhees, het woord is aan u. Ja, voorzitter, als het gaat over de inhoud, want daar willen we ons de komende 4 jaar mee bezighouden, hebben we een aantal punten ingebracht waar de heer Penders heel snel overheen ging. In een vogelvlucht. Ik hoop niet dat dat de teneur wordt voor de komende 4 jaar als we met voorstellen komen. Maar de heer Pussens is gelukkig wat uitgebreider ingegaan op de inhoudelijke punten. Niet goed genoeg, maar dat beseft hij zelf ook wel. Natuurlijk weten wij ook als geen ander dat het hoofdlijnenakkoord geen besluit is. En dat de zaken die in het hoofdlijnenakkoord worden uitgewerkt allereerst in een collegeprogramma. En vervolgens zal het college met voorstellen komen. En dan komen de afzonderlijke punten die wij genoemd hebben terug, uiteraard. We zouden nu weer in de verleiding kunnen komen om op allemaal die punten en uw reactie in te gaan. Wij wachten de behandeling van die afzonderlijke punten af. U liet zich ontvallen dat we binnenkort naar Garderen gaan. U gaat inderdaad naar Garderen, maar ik hoop niet dat daar besluiten genomen worden. In Garderen worden geen besluiten genomen, besluiten worden in de raad genomen... U kunt punten daar bespreken. Bij een aantal punten heb ik, maar dat is een beetje uw stijl, wat toezeggingen gehoord. Maar ik kan ze nu niet laten noteren als toezeggingen. Maar u liet zich bij een aantal punten ontvallen
dat er wel wat rek in zat. Ik zou het graag vastgelegd hebben. Eén punt houdt me toch nog bezig, dat is het legaliseren van bouwwerken. Kijk, als iets in de wet staat, hoeft het niet opgenomen te worden in het hoofdpuntenakkoord. Wij weten allemaal dat iets wat zonder vergunning of in afwijking van een vergunning is gebouwd, dat je eerst moet kijken naar legalisatiemogelijkheden. Dat is de wet. Maar daarvoor neem je het niet op in het hoofdlijnakkoord. Er moet meer zijn waarom het punt wel in een hoofdlijnakkoord komt. En de burgemeester heeft daar De burgemeester heeft een duidelijk antwoord gegeven. In zijn commentaar op het hoofdlijnakkoord stond het tussen de regels door een beetje voor de goede lezer. Nu heeft hij duidelijk verwoord dat wat wettelijk mogelijk is, doen we. Maar er is bestaand beleid. Dan snap ik niet waarom dat legalisatie in een hoofdlijnakkoord moet komen. Meneer Penders, heel kort. Ja, ik wil even kort ingaan op de inbreng van de heer Verhezen. En toch nog een keertje benadrukken. Wij als coalitie stellen niks. We stellen niet voor iets onwettigs te gaan doen. Wij proberen ons gewoon binnen de wet natuurlijk te zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld scheidende gevallen op te lossen. En we hebben dit benoemd om reden, en u moet er niet te veel achter zoeken dat er nu dadelijk ergens, weet ik veel, de arbeid te mouw komt. Maar we hebben dit puur gedaan om, hoe moet ik het zeggen, om bepaalde richtingen, een bepaald geluid te laten horen. Soms doe je uitspraken met een bepaald doel. Soms doe je ook uitspraken om een richting aan te geven. Dus zonder concreet dat er bepaalde punten zijn, willen wij eventueel voor te sorteren naar die mogelijkheid. En ook mensen daar bewust van maken. Dat is eigenlijk de reden daarvan. Ik vind het cryptisch, meneer Penders. Ik vind het cryptisch. Ja. Oh. Kijk. En waarom precies? Ja, kijk, wat in de wet staat is duidelijk. Je moet altijd kijken of het te vergunnen is als iets in afwijking of zonder vergunning is gebouwd. De eerste taak is kijken of je alsnog de vergunning kunt geven. Ja. Maar als het dan niet kan, houd het op. Maar dat hoef je niet op te nemen in een hoofdlijnakkoord. Dan is het hoofdlijnakkoord toch niet voor om alle wetten die er zijn op te noemen. Want dan staat er in feite niks nieuws in het hoofdlijnakkoord. Als alleen maar bestaande dingen worden opgenomen. Waarom gaat is, u neemt nadrukkelijk, en de burgemeester reageert er ook nadrukkelijk op legalisatie van bouwwerken. Dan gaat het over zaken die dus illegaal zijn gebleken na die toets van de wet. En dan moet u dus ook concrete voorbeelden hebben. Anders komt u toch niet met voor. Meneer Penders, heel kort. Nou ja, u zei het net zelf, het was voor de goede lezer. En u kunt het, als het dan te cryptisch is, u kunt het gewoon begrijpen als bevestiging van de huidige praktijk. Niet meer, niet minder. En dat is de wet. En daar wordt verder niet meer mee bedoeld. Ik vind het jammer dat u dat dan er mogelijk uit zou halen, maar nee, dat is hoe wij het zien. U noemt het en ik reageer erop. Dat is u zei zelf, u zegt eerst nadrukkelijk, eerst zei u tussen de regels door voor de goede lezer en nu zegt u nadrukkelijk, dat is anders. Dat is het dit is nu het nadeel dat we geen fatsoenlijk geluidssysteem hebben, maar ik vraag u eigenlijk, meneer Verhezen, om door te gaan met zijn inbreng, want het punt heeft hij duidelijk gemaakt. Meneer Wakkers vindt het een beetje vreemd om te gaan interrumperen binnen de eigen fractie. Nou, ik had toch een reactie op de opmerking van de heer Penders, maar mag dat niet? Ik ben nieuw in de raad, hè, dus ja. Ik weet nog niet hoe maar gaat uw gang, maar laten we. Nee. Ik denk dat dit punt. Ja. Maar gaat uw gang. Nee, meneer Penders, staat u even in microfoon aan. Ik had een hele korte vraag. Ik denk dat hij misschien voor opleiding kan zorgen. Die zin, want de discussie heb ik net gevolgd. En ik heb natuurlijk met die zaak vorige periode te doen gehad. Mijn vraag is, wat is er dan anders? Kunt u dat benoemen als zoals we het tot nu toe gedaan hebben? Als dat niet anders is, waarom neemt u het dan op expliciet in de dingen? Dat is denk ik de toevoeging. Ik wil graag een antwoord op willen hebben. Kort antwoord, bevestiging. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Meneer Verhezen, u gaat verder. Dank u wel. Ja, de heer Pussens is ook nog ingegaan op een aantal andere inhoudelijke onderwerpen. Wat ons toch nog opvalt is die discussie over de subsidies van de verenigingen. Kortingen opheffen of het budget met 10% verhogen. U vindt dat hetzelfde in uw antwoord. Tenminste, het komt over alsof het hetzelfde is. Als dat zo is, prima. Dan gaat het niet om de woorden die je kiest. En dan is dat 10% is misschien een parkeerpercentage. Maar we willen hetzelfde. Hè, op basis van de discussie die we in de raad hebben gevoerd en de toezegging die we van het college hebben gekregen. We willen de kortingen die voor de verenigingen in de loop der jaren erin geslopen zijn, om goede redenen, die willen we nu opheffen. Stop. Meneer Penders,
de formateur gaat antwoord geven op vragen die gesteld zijn. Nee, dus dat hoeft u niet elke keer. De formateur zat hier voor het proces en dit stuk is gemaakt door de partijen. En ja, mijn partij is een van de ondertekenaars. Ja, maar dan komt, dus u, straks antwoord, dan komt u straks aan het woord. De heer Verhezing houdt nu zijn betrokken. Hij deed een toezegging of een handreiking daar waar het gaat over commissiestructuur. Ik dacht niet dat de structuur van de commissie is veranderd in het voorstel wat gedaan is door de coalitiepartijen. De structuur blijft hetzelfde. Het gaat alleen over het aantal leden wat in de commissies komt. Het aantal was u om het even. U begrijpt onze bedoelingen en we wachten de volgende raadsvergadering af als dit punt op de agenda staat. Of u voldoende geluisterd heeft en respect heeft getoond voor onze inbreng in deze. Nee, u krijgt als laatste het woord. Dus en voor de rest, wij wachten de concrete voorstellen af, inclusief de... Ik wil toch... Even een korte reactie. Nee, meneer Penders. Ik bepaal hier de orde. U zult eraan moeten wennen dat we nu met een oppositie en een coalitie te maken hebben. En dat houd ik strak leiden, die vergaderingen. En we laten nu eerst de oppositie hun woord doen. En u komt nog allemaal aan het woord als coalitie daarna. En daar mag u dan inhoudelijk antwoord geven. En dan komt u allemaal nog ruimschoots aan bod. Dus het woord is nu aan de heer Verhezen en die maakt zijn verhaal af. Dank u wel. Voorzitter, in het verleden hebben we binnen de coalitie ook vaak gediscussieerd. Het waren geen korte vergaderingen, het waren gewoon inhoudelijke vergaderingen waar gediscussieerd werd over de agendapunten. En uiteindelijk ging je met een gezamenlijk standpunt of een compromis of een besluit naar buiten. Ja, die mogelijkheid hebben we nu niet meer. Dus het zal voor u misschien ook wennen zijn dat we diezelfde discussie die we vroeger in een coalitievergadering voerden, dat we die nu in een raad moeten voeren. En dat heeft te maken met de punt over de FTE's. We hebben nooit, zonder slag of stoot, de FTE's in het verleden goedgekeurd. We hebben erover gesproken, gediscussieerd en uiteindelijk een compromis bereikt. En daar krijgt de raad, in de raadsvergadering krijgt men dat niet mee. Maar het eindresultaat is na een discussie tot stand gekomen. Ja, goed, dat we die discussie nu hier moeten voeren, dat heeft door zijn reden. Het gaat ook over de plaats. Daar hebben we inderdaad over tegengestemd. Daar hebben we in de coalitie ook over gesproken, hard over gesproken. Wij meenden toen en menen dat nog goede argumenten hebben om voor een betere oplossing te gaan. Er is gekozen voor deze oplossing. Daar hebben we toen in tweede instantie, toen het ging over de financiën beschikbaar stellen, ook mee ingestemd, hè, nadat het raadsbesluit was genomen. Maar het wordt nu anders weer uitgelegd. En ik vind dat, ik vind dat vreemd dat je niet mag discussiëren of een ander standpunt mag innemen in een vergadering. Als dat er uitgelegd wordt, alsof je dan iets hebt tegen. Nee, dan ben je... Dan verschil je van mening. Nou, zoals we vanavond en ook de komende tijd op meerdere punten wellicht van mening zullen verschillen. En als je daar niet over mag praten en het wordt uitgelegd als iets anders, dat zij zo. Wij wachten met meer dan gewone belangstelling de concrete voorstellen af van het college die nu vanaf de volgende raadsvergadering komen over deze punten uit het hoofdlijnakkoord. En we zullen dan de discussie hier in de raad voeren waar het volgens mij thuis wordt. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Vrees. Meneer Meulenberg. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk niet heel veel meer te zeggen. Ik heb in eerste termijn, denk ik, genoeg gezegd en onze visie kenbaar gemaakt. De inhoudelijke punten die de heer Verhezen had, daar heeft, denk ik, de formateur heeft daar goed op gereageerd. Hij heeft ook, wat ik mij ook wil aansluiten is, ja, dat heb ik ook in mijn betoog gezegd, in eerste instantie alle goede voorstellen die van welke partijen dan ook komen, die zullen wij zeker op waarde schatten. Waarde meenemen en als wij daar ons in kunnen vinden, dan gaan wij niet tegen zaken stemmen, puur omdat ze van de oppositie zijn. Ik heb gezegd, wij kijken vanaf vandaag naar de toekomst en wij kijken niet meer terug. We hebben geen rancune meer en ik denk dat dat raads, of eigenlijk binnen onze hele fractie unaniem zo gedragen wordt. En heeft, dat is een vraag van de heer Verhees aan u. Dat laatste onderschrijven we. Rancune is geen goede raadgever als het gaat over raadsdiscussies, dus dat willen we ook niet doen. Maar heeft u goede voorstellen vanavond gehoord van ons? Ja, voorzitter, ik denk dat dat te vroeg is om nu, om nu al op in te gaan. Nee, maar als indicatie. Een indicatie. Nou, laten we dat. Ik denk, er is een coalitieakkoord. Dat gaat nader uitgewerkt worden in een collegeprogramma. En dan wordt het aan de raad voorgelegd en ook in de kadernota. En nou, ik zou u willen uitnodigen om daar met constructieve voorstellen te komen. Die zullen wij op dat moment op waarde beoordelen.
Voorzitter, ik wil ook nog even verder ingaan op de heer Verhezen, dat hij zegt, nou, de aantal commissieleden, dat is eigenlijk bedoeld om, ja, hij zegt het eigenlijk om bij samenwerking te passen. Ik denk dat dat absoluut niet het geval is. We hebben dat ook in het presidium besproken. De gemeente Echt-Susteren had in de vorige periode maar liefst 66 commissieleden. Daar waren wij een van de gemeenten, volgens mij landelijk, met het meest aantal commissieleden. Tweede van Nederland. Tweede van Nederland, ja. Wij als PNAS vonden dat echt absurd, ook gezien de kosten wat ermee moeie zijn. A, voor de presentiegelden, B, de kopierkosten. Dus het heeft, is een punt van ons geweest meer om ons een beetje in lijn te brengen met het normale, met hoe het in de rest van het land gaat. En zeker niet om een andere partij daardoor tekort te doen. Meneer Vrezen. Kunnen zich dat gevoel wel bij ons voorstellen? Nou, ik zou het mij kunnen voorstellen, maar ik heb u nu uitgelegd dat dat niet zo is. En het is ook het meer Pusjes heeft het aangegeven, ook het CDA gaat terug. En als u ook rationeel kijkt hoe het een andere gemeente gaat, dan kunt u denk ik ook zelf tot de conclusie komen dat het een puur inhoudelijke grond heeft en niet bedoeld is om andere partijen... Maar het principe van evenredige vertegenwoordiging zou dan toch op zijn minst in dat voorstel moeten... Nou, is in principe hebben we gezegd, het zijn twee raadsleden per partij, twee commissieleden per partij en de eenmansfracties, één raadslid. Ja, maar goed, commissielid, dus ja goed. Gaat u verder, meneer Mullenberg? Voorzitter, verder, ja, de heer Peters, heeft hier vandaag zijn ware niveau, denk ik, laten zien. En ja, dat niveau... Ook die opmerking moet u niet maken, ja, in ieder geval, dat niveau... Daar willen wij verder niet aan ingaan. We vinden het beneden elk niveau om hier op de persoon te gaan spelen. En zeker op een persoon die door ziekte niet aanwezig is geweest. Voorzitter, daar wilde ik bij laten. Dan meneer Kremers. Voorzitter, ja, daar zit je dan. Een soort leugenaar wordt je betiteld. Ze willen het niet uitspreken, spreek ik het uit. Ik wil toch even terug in de tijd. En meneer Dix, ik vind het jammer. Ik had u heel hoog in het vaandel staan. Dat u deze opmerking maakt. Dat past helemaal niet bij u. We gaan terug in de tijd, voorzitter. En dan kom ik daar wel op deze tijd nog even terug. Ik had het vooral niet willen houden, maar we houden het dan toch maar. Wij als fractie begrijpen natuurlijk de emoties van deze samenwerking. Ten slotte hebben wij als fractie des 16 jaar in de oppositie gezeten. Mede door het toedoen van deze samenwerking. Daarom wil ik het graag uitleggen hoe wij tot ons standpunt zijn gekomen. Onze inwoners en kiezers krijg dan een juist beeld van wat zoal speelt in onze mooie gemeente. Bij de fusie van de gemeente Echt-Susteren was een afspraak tussen lijst samenwerking, lijst Algemeenland, lijst Meerte en lijst Des. Ondanks de afspraken zwam zowel Des als lijst Meerte na de verkiezingen in de oppositie, omdat wij als Des andere inzichten hadden over hoe je naar de burger toe moest verantwoorden voor de politieke beslissingen. De jaren daarna werden wij en met ons GroenLinks om de 4 jaar uitgenodigd voor een gesprek met de formateur. Dat bleef meestal dan met 1 gesprek. Een 2e gesprek werd al niet meer nodig gevonden, dat werd je al buitengesloten. In 2013 werd door de voorzitter van de lijst samenwerking contact met mij gezocht om te praten over het oprichten van de federale lokale partijen. We zijn dat gesprek aangegaan, omdat het ons een goed idee leek om eens te kijken hoe sterk als blok van lokale partijen een tegenbeugel kon vormen tegen de landelijke partijen. Zo werd het besproken. Het verbaasde ons dan ook dat bij de verkiezing van 2014 een lijstverbinding plaatsvond tussen lijstsamenwerking en partij Echt Nieuw-Susteren. En dat wij als DES weer buiten werden gesloten. Na de verkiezingsuitslag kwam PNAS als grote winnaar met 4 zetels in de raad. Ja, dat klopt. In de eerste 2 jaar na de verkiezingen zagen wij en hoorden wij als DES in de vergadering van de raad en de commissies dat het niet meer zo goed klikte tussen leessamenwerking en PNAS. Ik leg uit, in de raadsvergadering van december 2016 heeft mij wethouder Dijks aangesproken samen met Tje Hurkskes, die was er ook bij. U noemt Tje Hurkskes helemaal niet, maar je was wel bij het gesprek. In de café, we moeten dus praten. Jos had tegen mij een paar maanden niks gezegd vanwege de situaties met de subsidie van de zonnepanelen van de voetbalclubs. Ik heb toen tegen Tje in de auto gezegd, er speelt wat. Ik zal ook vertellen wat er speelde. Toen we bij de bijeenkomst kwamen, dat had ik met Jos Wakkers gemaakt, werd ons de vraag gesteld of ook de andere wet over een samenwerking erbij mocht zijn. U, meneer Jacques Dijks. Dat was voor ons geen probleem. Na wat inleidende gekeuvel kwam de grote vraag
als wij daar niet met de coalitie wilden komen in plaats van de partij Nicht Echt Zusteren. En dit is